Wanneer gemeenten niet snel flink investeren in veiligheid en jeugdvoorzieningen, trekken hoogopgeleide weg en verpauperen ze de Finexwijken. Dat zeggen deskundigen in het Algemeen Dagblad van Maandag. Finexwijken dreigen achterstandsbuurten te worden door sociale spanningen, overlast, vervuiling en criminaliteit. Wanneer gemeenten niet snel flink investeren in veiligheid en jeugdvoorzieningen, trekken hoogopgeleide weg en verpauperen de Finexwijken. Dat zeggen deskundigen in het Algemeen Dagblad van Maandag. Finex-wijken dreigen achterstandsbuurten te worden door sociale spanningen, overlast, vervuiling en criminaliteit. Stedenbouwkundigen hebben weinig rekening gehouden met de samenhang tussen wonen, werken en spelen. Dat zegt socioloog Frits Spangenberg maandag in het Algemeen Dagblad. Volgens hem is de bevolkingssamenstelling wel goed, maar gaat het ook om de voorzieningen. In de ogen van de deskundigen is er bij de bouw van die wijken niet voldoende rekening gehouden met de oudere jeugd. Ze zouden zich al snel vervelen en voor overlast zorgen. Bij diverse Phoenix wijken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht heeft de politie al moeten ingrijpen.